Goedemorgen. Ik werd weer eens tijd voor een filmpje. We staan op toch wel een voor jullie wellicht al bekende locatie. Ik was nog even met wat dingetjes aan het doen. Momentum Boekelo is natuurlijk een van mijn favoriete thuislocaties als het gaat om mooi persoonlijk een afscheid mogen vormgeven. Al dan niet met een kerkelijke inslag, heb ik ook al eerder gezegd. Vandaag mogen we voor een toch relatief jonge mevrouw van 67 een afscheid organiseren die heel erg van de natuur en de dieren was. En als je goed kijkt, dan hebben we weer gekozen voor details. Bijvoorbeeld hier de condoleancebox die Ineke weer zo mooi heeft gemaakt met een eigen ontworpen, als je inzoomt, een eigen ontworpen illustratie die we ook weer gebruikten op de rouwkaart. En zo neem ik jullie even weer mee achter de schermen. Het is 17 september, prachtige dag. En we hebben de kerk toch heel warm gekregen, ondanks de temperatuur buiten, door weer hem helemaal in de kaarsen te zetten. En het thema natuur. En ik neem jullie even mee weer door de kerk, om weer even een beeld te krijgen. Mag tegenwoordig natuurlijk alleen maar zonder mensen, dus dat doen we vlak voor aanvang. En daar staan we nu. Het Maria-altaar. Ook al ben ik niet zo kerkelijk, zoals velen waarschijnlijk meegekregen, is mijn moeder onlangs overleden. En als ik dan in een kerk ben, en je weet het maar nooit, steek ik toch een kaarsje aan. En in dit geval voor mijn eigen moeder. Loop ik met jullie mee hier naar voren. Lopen we langs een item, wat in uitvaartland klinkt een beetje zakelijk, maar wat wel zo is, een beetje naar voren komt. Thema natuur. Thema, niet alles meer fabrieksmatig. En zo komen we hier bij een hele mooie rietenmand. Vol met bloemen, een soort van bloemendeken. In het thema van deze mevrouw, natuur, wat wild. En we lopen hier even voorbij, want hier staat een foto. Die wil ik liever niet in beeld. Dus ik loop met jullie mee langs de opbaarkamer. Hebben jullie ook ooit eerder gezien? Hier staat nu niks, maar hier zijn achter deze deur is de opbaargelegenheid. We gaan even langs de keuken voor de heren die hier aan het werk zijn. De heren en een collega van Momentum. Alles in voorbereiding voor weer een mooi afscheid. Dag heren, goedemorgen. Goedemorgen. Dan door naar een ruimte waar we zo eerst mensen informeel gaan ontvangen. Condoleren met een lichte lunch. En dan zijn we via de tuin, die laat ik niet zien, maar die is nog niet zo mooi, maar daar gaan we wel eventjes naartoe, omdat er natuurlijk ook nog steeds mensen roken en daar moeten kunnen. En dan zijn we weer rond naar het priesterkoor, waar hier zometeen ook mensen met een kopje koffie in voorbereiding tot het afscheid zijn. En dan zijn we weer rond bij Momentum en hebben we weer, denk ik, een kijkje in de keuken gegeven. En dan gaan we beginnen. Dank je wel.